Welkom bij een nieuwe aflevering van Schuikvat af hier op Linda TV. Zoals je ziet ben ik in Griekenland, hier achter Mr. Knopelus. Maar daar zijn we deze week niet begonnen. Want ik was uitgenodigd op een presentatie van Clean Meals. En Clean Meals is een soort van systeem. Je bestelt eten en in elk bakje zit zeg maar ongeveer 400 calorieën. Waardoor je eigenlijk heel erg gezond eet, want er zit heel veel eiwit in. En je valt makkelijk af. En we waren langs gegaan om zeg maar te samplen van het nieuwe herfstmenu. Nou, kijk maar even mee. Nou, dat was dus onwijs lekker. Ik weet niet of ik het kan eten. Ik ga het wel een keertje proberen, maar ik bedoel, ik kan toch wel heel weinig eten. Dus ik hoef niet helemaal speciaal te bestellen. Maar mocht je een beetje af willen vallen, is dat natuurlijk wel handig gewoon. Nou, s'avonds presenteerde Moam, dat is een samenwerkingsverband van jonge ontwerpers, hun nieuwe collectie in Amsterdam. En dat was ik natuurlijk ook. Nou ja, en dat was pas het begin van de week, want toen ging ik naar Griekenland, waar ik nu dus sta gewoon. Ik begon op het eiland Rhodos, prachtig eiland, met een bezoek aan een mini-eilandje wat vlak voor de kust lag, waarvan ik Simi. We zijn nu aangekomen in het pittoreske Simi, een Grieks eiland. En het leuke is, het ziet er dus helemaal niet zo wit-blauw uit. Het is veel meer een soort van Italiaanse moment. Mag ik natuurlijk niet zeggen, want we zijn in Griekenland heel ver van Italië af. Maar het ziet er echt gek uit, dus ga maar mee, we gaan kijken. Uitdaging is het Griekse eten, dat kan ik je wel vertellen, want het is zo vet. Ik heb echt mijn best gedaan om alleen maar de eiwitten, dus de feta en de, weet ik van wat, ze hebben heel veel eiwitspullen allemaal, gewoon vis natuurlijk. Maar het is gewoon echt heel erg moeilijk. Ik ben de hele week al van slag af. Het is echt wel goed eten, maar het is allemaal een beetje een soort van eiwitten met extra vet of zo. Het is een beetje moeilijk, ik ben een beetje confus hiervan. Ik heb een moeilijk eetmoment nu. Maar het maakt veel goed, want we zijn natuurlijk op de Acropolis geweest. We zijn Athene een beetje rondwezen hobbelen gewoon. We zijn nog naar Arcadia geweest, dat is ongeveer op 2,5 uur rijden hier van Athene af. Prachtig berggebied met wandelroutes, raften. Nou, je kan er echt van alles doen en zeker een aanrader als je een keertje gewoon een soort van rustige Griekse vakantie wil hebben in plaats van zuipen op Ios. Ja, kan je het altijd doen gewoon natuurlijk. Anyway, nu zijn we weer terug aan Athene, we vliegen vanavond terug. Ik heb natuurlijk hier niet kunnen wegen, want je hebt geen weegschaal. Maar gelukkig had ik in Nederland vlak voordat ik wegging nog even snel op de weegschaal gestaan. Het resultaat van kan je nu zien. Het is bijna toch weer bijna een kilo eraf voordat ik naar Griekenland ging. Maar omdat ik zo slecht heb gegeten, zal me niks verbazen dat ik weer een kilo eraf heb. Want ik ben helemaal leeg. Ik ben blij dat we ook zo gaan lunchen. En ja, ik ben helemaal, mijn maag is leeg zeg maar. Gewoon. Eigenlijk voelt het een beetje vervelend. Ik ben ook helemaal van mijn ritme af met mijn vitaminepillen en alles, etcetera. Maar dat pik ik wel weer op. Want komend weekend ga ik naar een geheime bestemming ergens in Europa waarvan ik nog niet mag vertellen hoe me vat. Ja, sorry jongens. Maar dat zien jullie in mijn vlog volgende week. En ja, dat was het. Het was een drukke week. Ik ben veel afgevallen. Ik voel me niet goed. Maar ik ben wel 94,8 voor Griekenland. Ik, vanaf 5 november gaan mijn vlogs trouwens naar zaterdag, 7 uur. Maar volgende week ben ik er nog gewoon op donderdag om 8 uur. Reageer hier bij Linda TV. Volg me op mijn Instagram, Bas van Schaik. Facebook, Bastiaan van Schaik. Vet leuk dat jullie weer hebben gekeken. En tot volgende week.